we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. It's home from work we go. Hi ho. Jaar lang, het werd zo langzamerhand een obsessie voor hem, was hij bezig om het wereldsnelheidsrecord wielrennen te verbeteren. Hij reisde van Maastricht naar Salt Lake City om op de zoutvlakte van Bonneville in de Amerikaanse staat Utah een geslaagde poging te doen. En hier is het bewijs. Fred Rompelberg, van harte gefeliciteerd. Wat gaf de computer nou aan? 166,19 mijl. Mijl, en dat is in kilometers omgerekend? 268,18 kilometer. Als het langzaam gaat. Dan zie je die baan, die is helemaal geëgaliseerd. Ja? 10 kilometer lang was die baan en dan zie je mij vanuit de lucht. En dat is zelf geëgaliseerd? Nee. Het team heeft dat allemaal voor mij gedaan. Ja, okay. Een hele baan dus die geëgaliseerd geworden is. En die dus, hier zien we die borden dus, hè? Ja. 1, 2, 3. En tussen de 3,5 en 4,5 mijl, daar zit de timing. Daar moet ik daar wordt dus ook die mijl getimed en de kilometer. Nu word je losgekoppeld en dat doe je zelf? Dat doe ik, als u ziet, aan die rechterkant van de televisiescherm, dan zie je dat ik ontkoppel. En dan moet ik dus, ga ik dus verder op eigen kracht, ga ik dus achter die raceauto aan. Jammer genoeg dat het niet langer in beeld is. Ja. En dan zie je dadelijk dat ik door die timing ga. Gewoon. Goed, we gaan nog eens even kijken naar je echte record. Nu zien we je dus, als je het nu weet, dat kleine groene stipje zien we vaag erachteraan. Ja, ja. En de reacties uiteraard van vooral je vrouw en twee dochters. Ja, ik moet je zeggen, als ik mijn vrouw met twee dochters niet had gehad, dan had ik dit zelf nooit kunnen realiseren. Dan ga ik door de timing. En de man, de cameraman, stond bij de timing en heeft meteen gezien dat het 166 punt, daar komt het, 166,944909. Het record was. Wat is jouw remweg? Ik ben dus gewoon achter die auto gebleven. Dan heb ik mij afgeremd achter die auto. Dus daar zit wel aan de rechterkant zit er wel een klein. Zit er wel een rem op. Maar dat heeft bij deze snelheden totaal niks te betekenen. Dan zie je de ontroering trekken na het wereldrecord. Mijn dochters, Letizia en Tiziana en Tini. Ze zijn zo blij dat je nog leeft, Fred. Nou, ik denk... Van andere redenen. Van de spanning en de ontlading. En je bent er toch heel lang mee bezig geweest. Alles ervoor doen en er nog meer voor laten. Die kinderen hebben natuurlijk de laatste maanden, vooral de laatste maanden, en vooral ook mijn vrouw, niet te gemakkelijk met mij gehad. Je weet, als je iets wilt bereiken in leven, dan moet alles voor schuiven. Dankjewel. Voor het ene heilige doel. Dankjewel, jongen. En wat dacht ze? Dacht ze dat ze zo'n halen? Ja, het voelt het hier. Ja? Doe maar wat toe. Het voelt dat het halen. Ja, het is nu geweldig, maar ik hoop dat hij nu ook zegt van nu ben ik tevreden. Hè? Fred? Ja, absoluut. Nou, we drinken er een van straks. Ja, natuurlijk. Wel twee. Ik wil nog even een voortje met je. Dat is natuurlijk een enorme inspanning, maar je kunt nog verder gaan. Maar je moet niet, het is natuurlijk toch ook, het is niet niks hoor. Het is een enorme snelheid. Het is, ik voelde het ook. Hè. Die fiets die enorm in bedwang houdt. Het is de pedalen die je moet rondkrijgen, de enorme versnelling. Het is niet niks. Op dit moment zeg ik, voor mij is het is gebeurd. Het is mooi. Ik heb mijn doel bereikt waar ik 8 jaar voor gevochten heb. En ik ben tevreden. Ik stop ermee, jongens. Dat willen jullie toch horen, hè? Je bent een mafkees, denk ik. Ik hoop dat ik nog vele jaren een mafkees zo in die gezondheid mag zijn. Oké, geniet ervan. Dankjewel voor je komst hier en van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. En gefeliciteer je familie en uiteraard de hele begeleiding. Dankjewel. Hi ho, it's home from work we go.
home.